Als ik eraan terugdenk, Wilfred, je schaamt je kapot. Hmm. Ik, kijk, een heel smerig verhaal hoor, maar dat soort dingen gebeuren. Ik was met de keeper van Veendam, met twee juffrouwen op stap. En we zeiden liederlijk... Is die dat verstandig? Nee, ja. Nee, wat was dat, 1936? Dat was net na de oorlog. Ja. Maar we zijn op stap en dronken. Ja. En we gaan mee naar die woning. En die juffrouwen die zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal om. Wat zei je? Dat pik ik niet. Nee, maar toen weet ik toch wel... En ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent. We zijn weggegaan en die juffrouw die lag bewusteloos op zijn bank. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben erin gestopt. Dus nee! Nee. Heb je nog wel aangedaan? Nee, nee, daar zou je nu gevangenisstraf voor krijgen. Ja, het is in jouw geval lang verjaard, maar het is wel een beetje... Maar dat soort dingen zijn gebeurd en we hebben allemaal onze jeugdzonde. Hè? En ik vind dat nu ook met dit soort beschuldigingen, het gaat wel ver terug. Hè? Want er is een groot verschil of je 73 bent of 22. Hè? Ze heeft nog geluk gehad natuurlijk. En voor hetzelfde staat er een hondbalknup in de hoek. Jongen, dat is je verder van huis. Hoe groot was die kaart? Het was een flinke kaart. Maar goed, jij hebt er nog steeds het gevoel bij gehad. Dat het was met wederzijds instemming. Jullie hadden allemaal gedronken. En het was, ja, nee. Ik bedoel, die kaars afgemaakt. Maar het zal technisch gezien... Ja. Zal een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen. Ja.